Ja, vorig jaar tegen carnaval, toen hebben jullie Travassi gestrikt, of Travassi heeft jullie gestrikt en jullie zeiden laten een plaat opnemen. Dit jaar is het iemand anders geworden. Ja, dat klopt. Dat is DJ Cor die zijn medewerking heeft gedaan. Die is helaas wel vandaag verhinderd, maar we gaan er wat moois van maken. Ja, een geweldige samenwerking. Ook natuurlijk een man die zijn sporen wel verdiend heeft. Zeker in de feest apres-ski. Dus ja, dan konden we, vond dat een heel leuk nummer. En ja, het is weer gelukt eigenlijk dit jaar. Hè? Nou, dat ging eigenlijk via feestartiesten. Hè? En ja, we zouden daar een praatje te maken over toekomstplannen en een nieuwe single. En toen zei hij van, is het niet leuk om DJ of iets met DJ Cor te doen? Want die zit een beetje in hetzelfde straatje qua apres-ski. Nou, vonden wij een hartstikke goed idee. Afgesproken in de studio en demotje laten horen. Nou, hij was helemaal om. En we hebben er één groot feestje van gemaakt met z'n drietjes en de vrouwen. Is het aankomende carnaval voor jullie weer, zijn het hoogtijdagen? Ja, dan wordt het wel wat drukker als normaal, inderdaad. En ja, we merken ook het kleine dingetje wat we gedaan hebben met bloed, zweet en tranen. Dat heeft ons toch wel in die feestscene gezet. En daar merk je inderdaad ook zeker in het zuiden van het land waar het toch gaat spelen, dat mensen dat heel erg leuk vinden. Dus dat merken we echt, ja. Dus in maart gaan we weer zingen en springen tussen de bergen in Westendorf. En ja, carnaval is slash carnaval. Dus voor ons is het een beetje hetzelfde, hè? Dus mensen vermaken, we willen feest en dat vinden wij heel erg leuk om te doen. En als mensen dan inderdaad jullie erbij wil boeken, waar kunnen ze dan terecht? Ja, dan kunnen ze op Facebook bij Fred en Ron van Sidekick of www.sidekick-online.nl. Of feestartiesten. Ja. Kunnen overal terecht, ze kunnen googlen, Def Rhymes, Travassi en dan komen we bovendrijven als het goed is.